van stripmaker Hein de Kort is sinds kort een boek uit De Wereld Volgens Hein de Kort. Venijnige cartoons van Nederlands meest productieve striptekenaar. En daarom was hij in stripwinkel Het Beeldverhaal in Amsterdam om te signeren. Een unicum, want volgens mij signeert Hein de Kort bijna nooit meer tegenwoordig. Dus zochten we hem op in Het Beeldverhaal. Snap ik, schat? Nee. We kunnen even in Ja. Hallo. Ik ben Peter. Ik heb een boek van een vriend van mij gekocht. Die heet Geuk. Die is vandaag jarig. Die heeft vorige week een dochter gehad. En zelf ook nog een dochter. Dus ik dacht van harte, belde ik hem goed op. Maar misschien kan je iets... Hij heeft een dochter. Ja, dat was aan zijn hart. Van de week. Ja, wat doe je daarmee? Ja, weet je niet. Wat kun je ermee toch eigenlijk? Ja, gelukkig. Maar, dat hebben wij wel met een vraag mee gekocht. Hij is zelf ook dokter. Ja. Hoe ziet Geuk eruit? Ja. Nee, dat is gewoon zo. Wat voor soort haar, kort, bril? Geen bril. Geen snor, geen baard. Geen snor, geen baard. Een beetje krulletjes. Dan heb ik hem. Oké. Okay. Okay. Ja. Weet wel dat ik dat kan. Ik ben al mijn hele leven fan van je, maar mijn moeder ook. Ja, dat is wel mooi. Die is 75. Net 75 hoor. Ja. Ze knipt altijd de streepjes uit de krant, uit Parool. Ja, ja, heel goed. En dan krijg ik wel eens een appje van me van, heb je weer gezien? En dan zitten we altijd samen te lachen. Dus ik wou deze voor haar geven, voor haar 75ste. Oké. Ja, want ik heb namelijk die stad volgens mij ook ergens hierin. Van het drama van de striptekenaar. Er staat een meisje met enorme tieten en korte rok voor mij dus. En die komt dan vertellen, mijn vader is een enorme fan van u. Maar, nou ja, je zal hem wel ergens tegenkomen, neem ik aan. Ik denk dat hij is, ik weet niet eens meer, maar ik ga hem maken voor je moeder. Maar ze is of ze wordt 75? Wat zijn ja, ze is net 75 geworden. Oké, volgens mij. Ja, is het niet zo goed?
Voor. Hoe heet je moeder? Anneke. Anneke. Hanneke of Anneke? Nee, Anneke. Anneke. Jij heet? Jeroen. En dan ga je even maar uitleggen waar die ja. Nee, super, dankjewel. Goed aan Anneke. Zal ik doen.